Ja, en zo, je begint weer in de basis. 1-1, veel strijd. Hoe voel je je nu? Ja, ik ben wel kapot nu. Ja, nee, maar lekker. Ik bedoel, we zaten er even niet lekker in de laatste weken. En PSV thuis is niet makkelijk. Maar ik ben echt ben wel tevreden. Wat was het verhaal van deze wedstrijd voor jou? Wat voor wedstrijd heb je bijvoorbeeld gezien? Ik denk dat we niet heel goed begonnen, een beetje zoekende. Zij speelden iets anders wanneer wij zij zetten iets anders druk als we hadden verwacht. Dus dat was even aanpassen. En ja, de tegengoal was ook niet heel lekker. Dus. Maar ja, we toonden wel karakter, moet ik zeggen. Ik denk dat we goed eindigden de eerste helft en dat hebben we doorgetrokken de tweede helft. Ja, je kreeg een paar keer dat je een beetje wegzakte, maar op een gegeven moment herpak je dat ook. Door heel veel passie, strijd, vechtlust. Ja. Je knokt je echt terug. Hoe belangrijk is dit punt bijvoorbeeld? Ja, heel belangrijk. Niet alleen dat we weer een puntje hebben erbij, maar ook gewoon voor de groep. Weet je, je speelt gelijk tegen PSV thuis, je speelt goed. Dus daar kan je weer op bouwen. Ja, je hebt nu een interlandbreek ertussen, maar geeft het vertrouwen richting de komende wedstrijd tegen RKC? Ja, zeker. Dat denk ik wel.